Dusan, how are you doing? Yeah, good, good. What do you think of the party? Amazing, amazing. Thank you to our supporters and everyone who love Ajax. I think it was great. And you see people, that people miss that Ajax is champion. Ja, prachtig, prachtig. Ik zei net ook, ja, ik heb 3 kampioenschappen nu meegemaakt. 2 op de Arena Park. En nu die 3e hier. Oh ja, dat is zoveel, wat je zegt, zoveel mensen. Zo intiem, dat is zo mooi. We hebben een hele serieuze noot tijdens de huldiging. Een belangrijk gedeelte ging uiteraard ook over Nouri. Hoe vond jij dat? Ja, prachtig. Ik denk dat het een mooi gebaar is ook dat zijn vader en broeder waren. Nogmaals, ja, 34e kampioenschap, dat staat maar voor 1 ding, denk ik, en dat is Appia. Ja. Eindelijk die schaal weer binnen. Hoe mooi was het? Heel kort samengevat. Ja, top. Het niveau wat we speelden, de spelers, het plezier wat ze uitstraalden, hoe normaal ze zijn. De nuchtere analyses van Matthijs, of het vrolijke van Frenkie, of het briljante van Hakim. Dus er zijn eigenlijk te veel zaken om op te noemen. Hoe was het feestje vannacht? Ja, dat hoor je denk ik wel, hè. Nog biertjes gedronken? Nou, op zich valt het wel mee, maar veel schreeuwen door de muziek hoor je jezelf bijna niet. En het was wel heel gezellig, ja. Wie is er nou het gekste van jullie in de selectie? Het gekste? Nou, sommigen moesten wel een beetje loskomen. Op een gegeven moment waren die Denen wel lekker bezig, ja. You need to pack the schaal, right? Wie pakt schaal?